Patrick is een getalenteerde meubelmaker die voornamelijk klusjes doet in de camping die gemanaged wordt door zijn ouders. Bij het verlies van zijn namer geraakt hem in de zoektocht terecht dat in de diepe uiteindes van de, waar hij bij de diepe uiteindes van de camping terechtkomt. En wanneer zijn vader nog eens sterft, wordt die zoektocht eigenlijk een beetje existentiëler. Van wat wil ik eigenlijk in mijn leven? Wat doe ik nu? Op zijn 40ste, waar ga ik eigenlijk naartoe? Moet ik die camping overnemen? Moet ik die camping niet overnemen? En ja, dat wordt... In die zoektocht naar die namer komt hem eigenlijk ook een beetje in de donkerste kronkels van zijn eigen gedachten terecht, die gevisualiseerd worden door die mensen op die camping. En je weet eigenlijk nooit echt van, is het nu wel echt of is het niet echt? Of hoe subjectief of hoe paranoia is dat? En in hoeverre zitten we eigenlijk in een soort onderwereld van een rouwproces waarbij Patrick terechtkomt. Het zijn allemaal verschillende thema's die door elkaar gaan. Het is niet alleen Patrick, het zijn ook die mensen daar rond die rondom hem zwerven en die hem in een bepaalde richting proberen te duwen. Maar die mensen zitten zelf met zoveel opgekropt verdriet of woede of onzekerheden en die worden eigenlijk allemaal gekanaliseerd naar Patrick toe. En dat is wel... heel schoon om te zien in dat verhaal. En ik denk dat je daarna als kijker hopelijk er wel iets voor jezelf kunt uithalen. Of niet? Ik denk dat een groot thema ambitie is, maar ook identiteit en ambitie. Zo, blij zijn met wie dat je eigenlijk echt bent. Je eigen dromen, maar niet de dromen van andere mensen. Maar op zoek zijn naar jezelf. En dat vertaalt zich een beetje in Patrick. De meeste mensen op die camping zeggen, Patrick, we worden slechtgezind om naar u te kijken. Doe dit met je leven. Ze zijn er toch altijd mee bezig. En het ontbreken van ambitie bij Patrick vind ik iets heel schoon. En iets wat mij ook altijd aanspreekt. Bij mensen die niet echt een slaaf zijn van de rat race van deze leven. Maar zeggen van, ik wil het gewoon simpel houden. En ik hoef niet van alles te bereiken. En ik hoef niet van alles te doen in dit leven. En dat is wat Patrick... is. Dat is een hele schone, pure mens die ja, niet vervuild is van ambitie. En ik weet toen dat ik nog voetbalde, dat ik enorme bewondering had voor die mannen die langs de kanten de lijnen trokken. Of die gewoon... Een simpel... Dat waren voor mij eigenlijk meer helden dan de mannen met de grote carrières. De echte helden zijn mensen zoals de Patrick. En eigenlijk wil ik iemand zijn gelijk de Patrick, maar ben ik daar te ambitieus voor. Dus het ware geluk zal mij nooit toekomen.